Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cage Log met Sander van GamingSB. Wij zijn van die shiny Pokémons aan het hunten. Ja. Dit is net zo. Als we nou eens een schijnende Pokémon zouden krijgen. Ja. Maar nee, het zit er niet in vandaag, denk ik. Het feit dat ik geen intro moment heb is wel een net zo grote kans als de shinies trouwens. Dus maar dat vindt Milan fijn, want anders dan zegt hij vermoeiend. Ah, je bent wel vaak vermoeiend, ja, dat klopt. Zelf het spiegeltje aan het wand zei. Oh ja, ik kan hem gewoon weer kunnen omdraaien, zeg maar. Ja. Zal ik dat nog even gauw doen anders? Nee. Sorry. Het leuke is, ik heb er zelf ook niks van gewerkt, maar ja, ik zie dat allemaal niet. Nee. De enige die er wat van merkt zijn jullie of... Ja. En Milan tijdens het editing. Ik was er wel een beetje ondersteboven van. Nog zo'n intro moment. Het is geen shiny. Jawel. Niet. Oh. Waar zie je hem dan? Nou, je zag één paarse er niet doorheen en een blauwe niet doorheen. Oh ja, natuurlijk. Oh, welke shiny ook weer? Er was één blauwe en twee paarse, dus dan zal die blauwe zijn. Oh ja, dat is die blauwe. Oh shit. Ja, dit is ook weer zo'n paarse. Ja, zie. Ik had die blauwe moeten pakken, boys. Oh, dit is wel blauw. Nevermind. Lekker casual afleveringetje hunten. Tenminste, als ik de Pokémon heb, dan ga ik natuurlijk wel gewoon door. Jij hebt hierna meteen weer een hunt, waar ik nu ben. Ja. Oh, die Reflecting Cave is nice, want dan kun je dus gezien worden door trainers. Ja, reflectie. Ja. Ja, nieuw. Ja, ken je dat niet? Nee, dat is van de Pokémon eens. Oh. Sweeting the Sanding. Niet te verwarren met Sanding. Sweeting Sandering? Niet verwarren met Sanding. Zo. Wij gaan zo een schijnende Pokémon tegenkomen in het lijkt in dit wit licht net geen... Niet echt op een oranje pen eigenlijk. Oh, nu wel. Toen ik het zo net hier... Ja. Vinden jullie dit oranje? Laat het weten in de comments. In de beschrijving, oh nee. Chat, vinden jullie dit oranje? Laat het weten. Dit is gewoon mijn intro moment. Oranje of niet. Ik weet al hoe ik deze aflevering ga noemen. Oranje of niet? Ja. Wow, Milan is wel heel slim. Waar is de volgende cage match? Als hij in een kooi is. Ja, ik denk dat we er al geweest waren op het moment dat wij niet aan het hunten waren. Want volgens mij is het niet zo heel ver weg. Oh. Cool. Dus volgende opname sessie. Misschien deze opname sessie zelfs nog. Met een beetje geluk wel. Hey, je hebt een shiny. Oh, shiny Nidoran. Denk ik. Ja, Nidoran? Oh, dan moet ik niet bulldoze doen natuurlijk. Oh ja, de Nidoran female is shiny. Ja, terwijl die ziet er heel erg... Ja, hij ziet er nog meer blauw uit dan normaal. Ja, zijn oren die zijn ook andere kleur. Ik ga eerst die DNA nemen. Ik zal je meteen een tip geven, Sander. Als je hem zo vangt, hier in de cave waar ik nu ben, daar kan je een moonstone pakken. Oh... Oh, nu wil ik hem echt toe gaan. Hello, hoeveel Pokéballs heb ik? Oh, ik denk dat ik een save heb. Op zich moet dat wel... Het is een Nidoran, toch? Ja, dat moet wel lukken, toch? Ah, please, laat dat lukken. Hoezo deed Mudshot geen kill op dit DNA trouwens? Wat een nice take. Ja, ik wil niet bulldoze doen. Dat is eng. Moet ik Dedenne killen? Of kan ik niet beter eerst een andere killen? Ik zou eerst een andere killen, denk ik. Ja, daar zat ik ook over na te denken. Maar ik weet niet of dit killt ook de andere. Oké, de andere. Oké, de Nidoran killt. Charge hier, ik ben echt niet bang voor die Dedenne. Maar die Dedenne is verder niks veranderd, ondanks dat het... Ja, ze hebben gewoon types gemaakt. Ja. Dat zullen ze met Azumarill ook gedaan hebben, dat hij geen fairy type is. Ja, daarom dat steel. Ja. Wat resist steel? Psychic! Ah. Dat is de enige die ik kan verzinnen. Ja. Waarschijnlijk is het niet de enige, maar... Alhoewel, ik... Ja, electric zou nog kunnen. Electric resist natuurlijk ook steel. Ja, maar ik geloof niet dat hij electric is. Dan zouden ze wel wat meer gedaan hebben, toch? Ja. Mega Dra... Oh. Dat is Hu. Nee, je mag helemaal niks leren. Je bent dood. Zo. Ja. Dat is duidelijk. Of zoals in het Engels zouden ze zeggen... Een verduidelijking. Wat dan ook nog weer een Engels leenwoord is. Dus eigenlijk zouden we dat in het Nederlands ook zo zeggen. Ik ben zo gewend om te zeggen... In het Engels, dat ik bijna weer in het Engels zei, hè? Crazy. Oh ja, levitate. Daar had ik ook niet aan gedacht. A curiosity fell. Ja, freak. Headbutting. Gibble, Rock'n'Rolla of Mawile. Of Noibat. Eigenlijk best wel veel keuzes. Ik wil gewoon maar een paar niet. Bronze, ja, dat is fijn, als je er maar heel weinig niet wilt. Dus bij alleen die Dedenne wilde je niet. En toch kreeg je hem. Dus dat is heel fijn. Nou, nee, ik wou ook geen Nidoran, maar ik ben zelf niet zo fan van de Nidoran lines. Maar ik heb nu, ik heb de Nidoqueen. Ik vind de Nidoking leuker, want dat is een Engelse Pokémon. Ja. Kut smokescreen, hou nou eens op. Je wordt gesmokescreen door een Engelse Pokémon. Ja. Daarom had ik had Koffing nog liever, want dat... Een Engelse Pokémon. Is ook wel vet. Hij is wel gone. Since he's been gone. Hey, hij swapt ook van scherm, zag je dat? Bij jou. Bij jou deed hij ook die scherm. Nee, toen was ik net even op jouw scherm aan het kijken, gek. Ja. Maar welke wil je niet? Mine Junior en Dwebble zeker. Mine Junior en Dwebble het minst. Bronzor daarna, denk ik. Oh, Carbink kan ook nog, die hoef ik ook niet. Is Steel super vet? Shiny. Nee. Dwebble? Ik denk Dwebble, ja. Oh, dat meen je. Ja. Oeh, hij is wel vet. Jij zegt gewoon, joh, die wil ik niet. Wat krijgt hij? Ja. Krijgt hij. Maar hij is wel vet, eerlijk gezegd. Hij is wel vet. Ik bedoel, ik ben geen Dwebble kind of guy. Maar eerlijk, hij is wel vet. Heb ik quick attack op deze guy? Oh, dit was niet slim. Doe ik super effective. Ah, dit is een level 11 Pokémon. Wat? 12. Sorry. My bad. Tackle. Oké. Zou ik... Oh ja, Nidoran is nog geen grounds. Ah, dan ga ik hem niet tackelen. Whipping the tail. Zie je hem? Watch me whipping the tail. Watch me nee. Oh ja, ik heb ook een timerbal. Dus... Dat is wel... tijd. Het werd tijd. It's timer to catch him. Oh. Heb je niet iets van hypnose of zo? Oh ja, ik heb sleep powder. Nee, wow, niet alweer. Oh. Niet alweer. Oh, fuck man. Hoezo gebeurt me dat elke keer? Dit was de Diglett weer. Dat komt denk ik omdat normaal als je op... Stond ik op back of zo? Ja. Ja, en normaal als ik op attack zet, dan hoef ik één keer te doen. Godver. Ik snap nu wel als je een beetje salty bent, Sander. Laten we hopen dat jouw cave Pokémon een dubbel is. Ik zou even Pokéballs kopen. Kijk, weet je wat het is? Dit is gewoon niet dat het niet lukt of zo. Maar dit is gewoon... Ik had een... Als ik gewoon Pokéballs was gaan blijven gooien... Mm-hmm. Wedden dat er niks gebeurd was. Waarschijnlijk. Dan had ik hem gewoon. God. Ja, ik weet het. Ik deed 2 keer hetzelfde kopen. Laat me. Ik zag het niet. Ah, wat... Mm. Ja, het is wel echt balen. Ik voel met je mee. Echt domme fout. Oh ja, ga maar lekker holo klippen. Oh, en die dual battle is die must-have? Nee. Volgens mij niet. Je kan daar omheen. Ja. Je kan daar links omheen. Dat is makkelijker. Wat? Dat je links om die trainers kan. Hé, toch? Ja. Ja, dat wou ik ook doen. Oké. Ik denk dat we wel even mee gaan nemen. Oh, waarom kan ik niet gewoon normaal buttons indrukken? Dit is jouw schuld. Jij zei, yo, moet je me niet streamen? Ja, dan krijg ik nog schuld ook. Probeer even mee te denken. Nee. Ja, nee. Dit was ook meer een grapje, maar... Ja, ik baal gewoon zo erg. Snap ik. Dit is ook de 2e keer dat het gebeurt. Het is niet de 1e keer. Nee, de 2e keer, hè. Het is ook zo'n domme manier om een encounter te verliezen. Mm-hmm. Ja, het is wel behalen. Ik haat mezelf. Als Ordi straks evolueert, hè? Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij eruit ziet. Oké. Ja, ik kan het doen. Ik braal zo. Ja, waarom moet dit nou? Als ik de tijd toch terug kon draaien. Ik had toch liever King. Hoe heet die? Nido King. Oh, Nido King, ja. Ja. Maar ik vind het nog steeds kut. Dit is ook kut. Ja. Oh, jongens. Hoe lang dit deze aflevering nog? Ik ben nu al salty. Oh, oef. Oef. Ik had ook nog beloofd het niet te zijn, maar... Nee, maar je kan ook salty gematigd zijn. Gematigd salt. Ik snap je frustratie. Ik vind het ook kut. Ja. Je hebt die dubbel battle wel gedaan? Ja, per ongeluk. Oh. Jij moet uitkijken dat als je straks terug gaat om je Pokémon te switchen, dat je daar niet vol die battle in loopt. Oh, dat was er bij jou gebeurd? Nee, maar dat kan gebeuren. Ja, in dat opzicht is het handig om een direct te doen, mocht je daar niet aan denken. Maar dat gebeurt maar niet, hoop ik. Moet je nooit te hard zeggen, dan gaat het juist al dat gebeuren. Ik doe echt mijn best, jongens. Ik doe echt mijn best. Ik vind het fucking lastig. Ik ben fucking salty, maar ik doe echt mijn best. Zul je zien dat ik straks ook Dwebbel krijg, trouwens. Ah, ik wil vooral niet Mime Junior. Als ik Mime Junior ook nog eens krijg... Oeh, dan wordt het echt niet best. Terwijl Mr. Mime helemaal geen slechte Pokémon is, maar het is gewoon geen leuke Pokémon. Nou, ik wil hem gewoon niet. Ik wil hem gewoon niet. Het kan me niet schelen of die goed is. Stel, Jamper zou de beste Pokémon ooit zijn, dan zou je ook zeggen, ja, ik hoef hem niet. Dat klopt. Precies. Stel, Trubbish zou de beste Pokémon ooit zijn, zou je ook zeggen, hoef ik niet. Stel, hoe heet die? Ik heb niet zoveel tegen Trubbish. Hoe heet die? De Diggersby zal de beste Pokémon ooit zijn, zeg je ook. Hoef ik niet. Heb ik ook niet zoveel tegen. Gadverdamme, die zijn echt vies. Oeh, Salosis, die had ik ook wel gewild. Terwijl Bunnelby is gewoon wel oké, weet je. Bunnelby, denk je nog, ah is cute. En dan wordt het een Diggersby, een fucking lelijk pakbeest. Ja, dat is crazy. Dat is crazy. Crazy guy. Moet ik dan straks ook mijn Leafstone verpesten, omdat jij wil zien hoe die shiny is trouwens? Nee. Oké. Mag wel, maar nee. Nou, ga het niet doen. Nee, niet intimidating. Niet doen. Wat doe je nou? Hoezo duurde dat zo lang? Mag ik speeden tijdens shiny hunting nog steeds? Het mag op zich wel van mij. Dan doe ik milde speeden. Dat is goed. Ik ben even benieuwd wat de volgende level cap is, want ik heb het gevoel dat we een beetje underleveld raken. Ik weet niet of jij dat gevoel ook hebt. Ja, kijk, die Mienfu waar ik tegen vechten was al level 33, dus... Ik denk sowieso niet dat we er overheen zitten. Nee, dat sowieso niet, maar stel de level cap is level 40 bijvoorbeeld, nou dan ga ik ze nu allemaal aan naar 36 trainen. Want dan is deze cave ook minder kut. Ja. Moeten we even tussen de aflevering door straks even opzoeken. Ja. Hey, Dwebbel. Oh, Dwebbel. Weet je? Je gaat ervoor. Weet je wat ik eerst ga doen? Ik ga eerst switchen. Want blijkbaar kan... Alhoewel, is dat slim? Nee. Oké, ik ga alles met de muis doen. Bronzong, heeft hij levitate? Jazeker. Bronzor. Ja, die kans is groot. Sableye niet. Volgens mij is Sableye de enige die ik een beetje decent kan hitten. Meditate. Yo, ga niet meditaten daar. Dankjewel. Cherry Cuttering. Volgens mij kan ik het best mijn B-leaf inzetten, zeg maar. Oh, hypnosis. Ja, ik moet even snel van die Bronzor af. Waarom denk ik? Ja, want ik heb geen Awakenings. Ja, mijn kolen dan denk ik. Die is niet echt... Die kan... Ja, dat doet ook niet zoveel tegen Bronzor natuurlijk. Fury Cutter vind ik niet zo... Oh, dat is ook de dinges. Die kan ik sowieso niet echt killen. Confusion. Oké, dat is niet erg tegen Steel-type. Ja, ik moet gewoon Iron Head op de brons hoor. Eerst maar eventjes. Ja, dat doet niks. Leeching the Living. Leeching the Living. Nooit kan Leeching the Living? What the freaking? Sand attack, not do sanding, attacking. Attacking the sand. Attacking the sand. Oh, was Bronzer nou gefreezed? Jammer, geen crit. Gust, oh dat doet ook niet zoveel op een steel type denk ik, nee. Nog een keer sanding, attacking. Dat vind ik eng. Imprism, wat is dat? Snap ik niet. Dat je niet kan switchen, geloof ik. Copycat. Iron Head. Hé, dat ruimt. Ga je dit nu menen dat ik nu... Straks ga ik door die Sand Attack die bronzer niet kunnen verslaan met mijn kolen. Dan moet ik eerst weer switchen. Sealed any moves to the target, bla 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 bla. Oké. Good story man. Oh ja, oké. Bronzer is dood. Dat is fijn. Ik weet niet, ik vind die Musharna niet zo mooi. Ik vond die Muna wel mooi, maar... Ja, same. Maar hij is wel een stuk sterker. Nu. Ja, want hij was nog niet sterk genoeg toen ik... Toen ik mijn Pokémon verloor. Ja, ik zei de zin, ik moest hem afmaken. Ik weet dat, dat we een afspraak hadden, maar dat moest. En je teasde me. Oké, sorry. Nee, geeft niet. Ik accepteer je nog steeds. Fijn. Zo af en toe. Kijk dan! Mr. Mime Jr. More like Mr. Bye Bye Jr. Hij heet sowieso niet Mr. Mime Jr. Maar dat maakt niet uit. Eigenlijk is dat gewoon volle gender assuming, hè? Ja. Terwijl... Mr. Mime is helemaal niet per se een mister. Nee. Klopt. What the fricking? Ik wou switchen, maar als ik switch... Ja, Tylee zou misschien wel kunnen. Ja, op zich. Ja, dat kan wel. Dan kan ik Ice tegen Noibat. Dan is Noibat dood. Met zijn Dragon Flying. Mm-hmm. Of Flying Dragon eigenlijk. De enige primary Flying type, hè? In Gen 6 volgens mij. Oh nee, je hebt Tornado's line. Oh ja. Ik denk dat die hele trio primary flying was. Eén van de weinigen, laten we het daarop houden. Mm-hmm. Tornado's was de enige pure solo flying, dat was het ja. Ja, maar die hele line was... In Gen 5 waren dat de enige drie primary flying types. Dat was in Sol Links altijd irritant. Mm-hmm. Want dan ging het om primary typing. En als je dus een flying type had, dan... Dat was nooit flying. Nope. Dat is jammer. Maar goed. Tjingelingelingeling. Oké, zou ik Sableye? Oh, avoid het. Nee. Oké, maar hij deed niet nog Sand Attack. Dus dan ga ik hem nu hitten. Zou dat genoeg doen? Ja, lekker baby, lekker. Hey, hij is versprongen. Pokeballen gooien. Nee. Ik heb geleerd van, alhoewel, Tangela is natuurlijk super effective. No, of not very. Hij is super effective voor mijn Tangela. Dat vind ik een beetje eng, maar ja, ik kan hem wel sleepen. En hij is maar level 12. Ik bedoel, wat kan hij doen? Famous last word. Rock Blast, daar ben ik sowieso niet zo bang voor. En hij heeft hoge defense, hè? Dat is waar. Zoals we zien, trouwens. Sleeping the Powdering, op de Dwabbling. Ancient the Powdering. Ja, die wil ik ook wel, maar... Oké, ik ga... Deze Pokémon... Ik zeg niks, ik zeg niks, ik zeg niks. Wacht even. Grating the balling. Dat zeg ik. Kijk, en nu. Hij is asleep. Ik hoef geen Pokémon te switchen. Nu kan ik gewoon van mijn muis afblijven. Zie! Dweibel, dweibel, dweibel. Ah, het kutte aan die Nidoran is echt dat waarschijnlijk als ik gewoon Pokéballs had gegooid, dat het me ook uiteindelijk gelukt was. Waarschijnlijk. Dweibel, hoe moet ik hem nou weer noemen? Hoe noem je een dwebbel die heel erg houdt van Japanse cultuur? Ja, doe maar. Geen idee. Een dweebel. Ja, een weep. Ja, ik hoef het niet uit te leggen. Kijk, zeg maar, weep is... ja, nee. Ja. Ik ben eigenlijk nu ook een beetje bang voor die andere guy. Die zat dat is ook geen trainer, die met die backpack. Ja. Die met die backpack is geen trainer. Oh, geen? Nee. Zag je dat? Dat was falen. Ja. Dat was falen. Starivia! Starivia! Oh, ik ben nog asleep. Shit. Sorry. Poepjes. Ik had gewoon een Pokémon kunnen hebben trouwens, hè? Mhm. Ah! Krijgen we nog een encounter voor de gym? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik denk het niet eigenlijk. Oeh. Emmanuel. Moest dit nou? Hij heeft er waarschijnlijk wel psychic, dus op zich... Ik switch naar mijn kolen en het is goed, maar... Het is meer zo van... Oh, deze is level... Hoezo is letterlijk de trainer voor de Mienvu van level 33? Hoezo heeft die level 28 mons? Omdat hij meerdere mons heeft. Dat is hoe Pokémon werkt. Ja, dat klopt. Maar dan vind ik 28 en 33 wel een groot verschil. Dat klopt. Oh. Weet je nog dat ik zei... Ah, ik heb een code, easy kill. Ik crit. Tegen. Wat? Werd je gecrit? Je bent toch niet dood, hè? Nee, maar wel om die boost. Kabooming. Oh, crit. Ik heb gecrit. Kijk, dat had ik wel even nodig. Kijk, dankjewel, game. De game heeft ook zoiets. Sander. Geeft die jongen ook wat leuks. Laten we je even een handje helpen. Het gaat niet al te best. Maar hier een shiny dwebbel en hier een flinch en een crit. Kijk. That we loving it. We McDonald'sing it. En toen deed hij whirlwind. Is hij flying of... Oh. Ja, die dude vermoorde mijn survivor. Ja, nee, maar ik zit eventjes... mijn hu is ingezet. Moet ik nu persen? Ik moet switchen, denk ik. Hè? Yeah. Ja, want die is dood. Oké. Maar ik denk dat hij dat de hele tijd gaat doen, want volgens mij is Whirlwind dat hij in principe naar je laagst level Pokémon gaat. Echt? Ja, toch? En Roar is random. Oh! Nee, oh ja! Hij heeft een kut... oh ja. Wat? Ja, klopt, dat had ik wel kunnen weten. Ja, dat heeft veel. Special Defense, die is ook niet zo goed, Special Defense. Ook niet. Sixagoon, oké. Ja, Sixagoon is eigenlijk nog het best. Ja, mijn kolen. Maar ja, die doet niks. Ik doe wel Sixagoon. Dit is zo jammer, hè. Dat je gewoon... Je kunt Cloyster gewoon niet inzetten tegen een special attacker. Zo, ik blijf hier wachten, dan gaan we de aflevering beëindigen na jouw battle. Oh, dat was een crit. Ik was even... Ik dacht, als dit een gewone is, dan was ik dood geweest. Nou ja, dan ging Zigzagoon. Like, hij doet niet veel, dus dan zou ik die gaan sack-offen. Met een crit ben ik dood. Ja, misschien moet ik toch naar mijn kolen, maar dat gaat echt uren duren. Wat denk jij, Milan? Ja, ik vind het lastig, want mijn kolen kan gewoon geen goede aanvallen. Jawel, maar niet tegen hem. Like Ironhead is trash. En ik heb nog maar 6. En in 6 ga ik het niet redden. Misschien moet ik... Ja, nee, tackle is nog kutter natuurlijk. Mm-hmm. En geen stab. En hij doet toch whirlwind op pavement. Nou, dat bedoel ik. Ja, maar dat is alleen maar kutter voor mij. Ja, hier, dan moet ik weer... Want nu moet ik geforceerd... Ja. Yeah. Oh, trouwens, Luten is sowieso geen optie, want hij is flying. Volgens mij. Of is hij niet flying? Is hij ghost? Nee, hij is flying psychic. Ja, flying. Dat doet ook best veel op mijn kolen, ondanks dat het not very effective is. Ja, Ironhead. Ja, ik moet wel. De hoop voor een flinch. Oh, dat deed best wel veel. En geflinched. Oh, dit gaat wel lukken. Hoezo deed ze net zo weinig dan? Had hij niet lightscreen of zo opstaan? Ah, hij had lightscreen. Ik dacht dat Ironhead physical was. Dan had hij misschien wel een... Nee, hij had lightscreen, dat weet ik zeker. Ja. Oh! Oh! Voor tackle, of niet? Of voor reflect? Of voor bullet punch misschien? Ja, zelfs. Maar... Ja... Nou, weet ik niet. Bullet punch is physical. En als Ironhead nou... Oh, Ironhead is ook physical. Ja, dan voor bullet punch. Want dan ga ik bullet punch toch nooit gebruiken. Nice. Dat is fijn. Dan kan ik Hu wegdoen. Mm-hmm. Die gaat nu wel evolueren. En dat wou Milan graag zien. Dus dat... Wacht, yeah. We blijven nog eventjes de aflevering rekken. Dat doe ik wel vaker. Zoals bij Diglets. En dan besluit ik uiteindelijk weg te rennen. Oh! Oh! Wacht, jouw mijnkolen dan? Of jouw... of was die... Die is al heel lang dood, hè? Oh, oké, sorry. Nee, dat geeft niet. Ik hou dat... niet allemaal zo heel goed bij, eerlijk gezegd. De animatie van het evolueren in deze game is wel echt pijnlijk. Holy damn! Ja, hij is wel nice, hij is wel nice. Hij is wel echt ziek, hoor. Albino Meganium. Ja, dit is toch vet, dit is toch fucking ziek. Hij is wel vet. Atomize, ik weet niet wat dat is. Dat is een kut aanval. Nou. Did not learn Atomize. Oh ja. Dan krijgen we nog één. Wil je dit echt zien? Want hij duurt al lang. Ik wil wel even zien hoe die eruit ziet. Ik vind het wel interessant, ik bedoel. 2 uur later. Yep. Gewoon voor de mensen thuis, dat ze even kunnen kijken hoe die eruit ziet. Oké, is al vet. Oh, die was echt vet geweest. Ja, die had ik wel willen hebben. Had je hem niet over te laten gaan, Sander? I know! Oké, mag ik... Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat kan niet. Ik heb de trainer ontweken. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer. Adios, amigos.